Oscar Kuipers van de Rijksuniversiteit Groningen heeft de titel Simon Stevin-meester gekregen. De titel wordt toegekend door de Stichting Technische Wetenschappen. Behalve de titel krijgt Kuipers ook nog een geldprijs, namelijk 500.000 euro. Het is de belangrijkste Nederlandse prijs voor technische wetenschap. Kuipers kreeg de titel onder andere voor zijn werk op het gebied van het ontwikkelen van nieuwe antibiotica. Nou, een aantal van de projecten gingen over de ontwikkeling van nieuwe antibiotica. En dat vinden we belangrijk omdat er steeds meer resistentie optreedt tegen bestaande antibiotica, zoals in de ziekenhuizen. En wij vinden het belangrijk om te kijken of we nieuwe antibiotica kunnen ontwikkelen waartegen bacteriën minder makkelijk resistent worden. En die ook echt bruikbaar zijn. Dus we combineren synthetische biologieprincipes om echt nieuwe stoffen te maken die niet in de natuur voorkomen. Om op basis daarvan, van dat fundamenteel onderzoek, die stoffen ook te testen tegen bacteriën en te kijken of ze bruikbaar zijn en mogelijk als nieuw antibioticum. Kuipers is verrast door het winnen van de titel, omdat biologen de prijs nog niet vaak hebben gewonnen. Vaak komen de winnaars uit de technische wetenschap. De prijs bestaat 6 jaar en wordt elk jaar uitgereikt. En meestal aan onderzoekers in de meer technische wetenschappen, zoals nanotechnologie of chemische technologie. En niet zo vaak aan biologen. Dus ik vond het heel leuk dat de prijs nu een keer naar een bioloog ging. En natuurlijk helemaal leuk dat hij naar mij ging. De prijs wordt 6 oktober van dit jaar uitgereikt op het congres van de Stichting Technische Wetenschappen. De stichting bestaat dan 30 jaar.